Je bent prachtig, Jenny. Ja. Het past mijn geboren tijdende man, of niet? Helemaal. Bevat goed hier? Prima. Mooi. Maar, als ik goed ben in de weg, heb je heel lang in de Wilhelminastraat gewoond. Zult ie, hoor. Ja, en wanneer ben je jullie door terecht te komen? In 1948. En waar wonen jullie door voor dan? Aan de Frieslandsweg. Wat vroeger Café Evers was. Oh ja, ja, dat weet ik wel. Ja. Maar toen ging je naar de Wilhelminastraat. En was dat iets in jullie gezin van, oh, we gaan naar nieuwe huizen, nee, of niet? Ja, maar ik was nog maar 3 jaar. Ja. En die anderen dus wel, maar wij vonden het prachtig natuurlijk. En hoeveel jaar moe heb je er altijd met heel veel plezier. En hoe was die sfeer nou in zo'n straat? Want eigenlijk kwam je allemaal in dezelfde tijd. In die straten door bij elkaar. Nou, dat was één grote familie. Echt? Allemaal kinderen. Ja. Heel veel kinderen. Dus die hadden altijd wat te spelen. We waren nooit thuis. We waren altijd op straat. Mooi, hè? Maar had je ook zoiets van, nou wonen we hier. Hier begint een stuk van Frans op. Van, daar zitten we dan toch maar. Ja, maar toen was ik net iets te klein voor. Was je toch te klein? Ja, ja. Want ik weet door kom, was ik 3 jaar. En ik weet op een gegeven moment niet anders. Nee, dus ik heb er altijd gewoond en dat waren met 6 kinderen. Met 6 kinderen. Ja, die huizen dan zo groot? Nee, er waren 3 slaapkamers. Dus 3 jongens op een slaapkamer, 3 meisjes. Ja. En mijn vader en moeder. Zat een douche in? Nee. Een washokkie. Een klein washokkie met een wastafeltje, dat was alles. Dat was alles. En koud water, ook geen warm water. En wc-bol? Nee, niet allemaal. En hij had er ook nog een groentetuntje of zo? Ja, een mooie groentetunne. Ja, en altijd kippen en konijnen en alles zat er. En dat was prachtig. Ja. Maar niemand had ook een auto. We speelden ook altijd op straat. Ja. Dus alles gebeurde een mooie. Minder dorp. En dat heb ik nu nog. Ja. Ja. En altijd in de kern van Vroomshoop gewoond. Je bent gelukkig mee. Ja, dat ben ik ook. Hartstikke mooi, dankjewel. Ja. Daar zitten we in de kamer, maar je bent niet aan je woord. Nee, zeker niet. Wat was het langste stuk van uw jeugd? Van mijn jeugd heb ik het langste in de Wilhelminastraat gewoond. En dat was bijzonder, want dat was nee na de oorlog. Dat was splinter nee. Dat was de eerste mooie nieuwe woning in Vroomshoop. Hoe vond uw vrouw, moeman, dat ze van de Tonbeek doorheen ging? Nou, mijn moeder vond dat geweldig. Ja. Want je had ineens 3 slaapkamers in plaats van 2 bedsteden. Echt? Ja. Maar mijn vader, ja, die vond het nog niet zo goed. Gewoon omdat het toen die heel fijn vindt. Ja, toen die mooi. Je hebt meer ruimte dan thuis en nog. Ja. Maar als kinderen, daar ze niet door thuis hebben, oh, we hebben een kamer. Nee. Soms die zoon werkt en die moeder zegt van wanneer gaan we weer naar huis. Oh, dus ja. En later? Maar later wel, je hebt een prachtig mooi woont. Ja. En hoe was het onderling met die kamer allemaal van elkaar? Het waren allemaal jonge gezin, met volle kinderen. Op dat natuurlijk. Ja, die hadden natuurlijk die ging voorkeuren, zo'n lustigrie. Oh, dat wel. Je moest een bepaalde indicatie. Ja. Dat kon je zomaar niet heen. En wie wees dat dan toe? Dat was een woningverdeelcommissie van de gemeente. Die woning bij de bouwdeurde gemeente. Dat was een woningverdeelcommissie, ik denk, in die tijd. Was het helemaal. En waren al die straat, Wilhelminastraat, binnen zo min of meer gelijke? Achter elkaar, hè. De Wilhelminastraat was eerst in de jaren 40. Ja. En daarna hebben ze de Prins Bernhardstraat. In die jaren is ook de openbare school gebouwd. Ja, die was ook al van cultuur, die Julianus school. En gelijk erachteraan, de Mulo, die was van 1950. Ja. Ja, in de Beatrixstraat. En je woont dichter bij de Mulo later natuurlijk. Ja, de Mulo, ik kwam intussen tot de Belging. En dan... Echt hoor. Ja. Als je 3 keer springt, hè. Ja, dat was je. Kijk, je hoort ook wel eens van die mensen die hier in deze straten wonen, dat die hun hele leven lang die contacten hielden omdat zo... Mooi was toen ze hier kwamen wonen, jong, gezin en nou, allemaal in nieuwe huizen. Ja, dat was bijzonder. Maar was dat bij jullie ook zo dat hij zegt, ja Beert? Ja, ik heb bijvoorbeeld met Temma, die woont in Oorsong, met Arend van die Zadelezen, heb ik nog altijd contact. Ja, maar nou. Ja. Dan loop je ook hier alleen maar met elkaar. Ja, we zijn opgegroeid door. Ja. Denk je dat het Vroomshoop heel goed de West is?
dat ze op die manier zo snelle stad bent met zo'n nieuwbouw, waar die jongen van andere dorpen nog wel is, dat ze door wat huiverig van waren, bang dat ze geen huurders kregen. Ja, ik denk dat het heel goed is, maar dat was die natuurlijk wel zo in die tijd. Dus zoals mijn ouders, die kwam van een huur van 2 gulden ineens of 4 gulden. Ja, nou kijk. En een loon was toen in die jaren 15, 16 gulden. Ja? Dus die zetten 35%, een kwart van hun inkomen ging een huur op. En die tijd? In die tijd. Was daar heel veel. Dat was er veel. Maar waren jullie zelf supporting? Een groentetuin? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, de groentetuin en ja. Maar hebben jullie door genoeg? Want jullie hebben hoeveel kinderen? Nou, toen ik kwam, dan met 6. Ja. En toen naar 7 en toen 8. Ach, alsjeblieft. Ja, goed. Weer opbouwen is ja, daar, hè? Ja, 6, 7, ja. Ja. Zo ja, dat ja. Maar dan had je toch nog ruimte achter tussen? Ja, van de groente tuin, ja. Mooi. Dat was, in de, dat was geen tijd van siertuin toen. Hè. Nee. Dat was al een beetje moeilijk. We hebben veurtuin en siertuin, maar ja, dat was gezongen Dalias. Met een paar rozenstrukken. Ja, dat was Afrikaantjes. Gerrit, ik heb wel eens gehoord dat de andere Gerrit, Gerrit Bramer, enorme grote vinger in de pap heeft gehad met die wederopbouw. Ja, dat was de grote stimulator. Dat ja, de hele opbouw, de huizen en de scholen en het bedrijf, alles. Ja. Ja. En, maar alleen die Wilhelminastraat, dat noemden ze vroeger het Rode Dorp. En daar stond er niet aan. Dat was beledigend. Dat was een beetje ja, beledigend, want ja, dat had je overal als een Rode Dorp. Ja. Dus hij had verordeneerd dat de eerste woning die nu gebouwd wordt, door een blauwe dak van de woning ging. Verhalen ja, hoor, nu. En dat zie je ook in de Wilhelminastraat, de oudere huizen in min, die hebt Rode Dakpan. En de nieuwe aan de weerskanten in de straat, blauw. Geweldig, hoor. Ja. Maar ik denk ook wel dat hij een hele sociale burgemeester was. Ja, ja, die was echt bezig met de opbouw hier in ja, zo. Maar hoe zeggen we er opbouw? Mogen zeker zijn, Bramer. Ja, 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 ja. Die hebben al die onderwijzers uit het Westen al hier naartoe. Ja. Nou, maar een goede herinnering voor Roel. Ja, ja. Nou.